Het was een zware wedstrijd, zware ondergrond. Maar ja, het is een beetje vergelijkbaar als op Texel, bij ons op het eiland. En ja, het is een parcours wat me toch wel goed ligt. Nou, mijn start was gelijk goed, mijn benen voelden goed. Ik kreeg een gaatje samen met Maud. Ik kon er voorbij steken en eigenlijk vanaf toen ontstond er een gaatje. En reed ik alleen en ik dacht, ik ga door en ik kijk of ik weg kan blijven. En dat lukte, dus ja... Ontzettend mooi. Dit is eigenlijk wel een van de mooiste overwinningen. Het is de eerste overwinning in België. En nou ja, de allergrootste namen waren er misschien niet. Maar goed, het is toch wel een sterk deelnemersveld. Dus ik ben ontzettend blij om deze overwinning mee naar huis te nemen.